Deze beschouwing is heel serieus. Daar valt niet om te lachen. Het motto is, wie oren heeft, die horen. Het andere motto is, l'enfer c'est les autres. Van die vieze, vuile. Hoe moet je dat nou noemen? Dat je de, de maître bent van een hoeremadam. En zij bezorgt jouw meisjes. Jeffrey Epstein was hij. Die. die Jeffrey Epstein van die dagen. Jean-Paul Sartreus. L'enfer c'est les autres. Nou, dat je even weet dat we het niet gaan hebben over lulkoek. Je weet niet in welke drek je moet beginnen om de walgelijkheid te beschrijven. En dat motto ben ik nu vergeten. En dat is maar goed ook. Ik noem het maar een motto beschouwing met een titelvolgorde van de Jesuïtische goedgekeurde klikaaswoorden. Je... Mijn punt is, ik ben, ik ben niet obees. Dus braken is ongezond voor mij daarom braak ik niet. Nooit niet. Ja, zelden. Ik heb een keer... Ik heb een keer gebraakt in mijn woning. En er was Mijn geleenste vriendin was erbij. En die zei... Oh, 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 En die heeft alles opgeruimd. Ik holde naar het toilet. Maar die, die zure wijn, die, die spoot eruit, man. Ik heb een gevaarlijk lichaam, man. Dat is mij meerdere malen duidelijk geworden. Godverdomme, overal zat die rode wijn en maagzuur. En ik holde naar het toilet en de laatste oh, man. Nou, en Dan hebben we een glaasje water, Even wat roken en dan vodka, want dat valt wel goed. Een vrouw in je buurt. Een vrouw zoals die vrouwen. En dan kan jij zeggen: ja, maar die deugt niet. Nou, ik zeg je één ding. Die verdedigt. Ze vertrouwt geen kerel. Dat is een ander ding. En geef haar daar eens geen gelijk in. Hoezo durft zij mij te vertrouwen? Ik ben de zoveelste Slapjaanas. Ach, Erm. Ja, waar moet ik over beginnen met het drama? De wereld is een theatervoorstelling. Het is een tijdelijke gebeuren. Het begint ergens en het eindigt ergens. Een theatervoorstelling, dat is de wereld. Inclusief de muggen en de olifanten. En de spleetogen. En de bonenvreters. En de Inuiten. En de zeehondjes. En die lullige ijsberen. Want die eten de zeehondjes op. En dat vinden wij eigenlijk wel, wel, wel lekker. Want als dan die ijsberen die zeehondjes opeten. dan kennen wij al die haring opvreten. Dus wij willen meer, meer, meer ijsberen. Want anders vreten die zeehondjes onze haring op. Dus wij zijn voor uh, dat. Uh... Ja, dan moet je niet de ijsberen bij gaan voeren. Want dan gaan ze geen zeehondjes vreten. Nee. Dus je moet die ijsberen juist niet bijvoeren. Je moet ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk zeehondjes zijn. om die zeehondjes op te eten. En ja, waar blijft dan onze haar in? Ja, sorry hoor. De wereld is. Dat, is, dat, is toch, dat, dat kan niet. Dat is onoplosbaar. En ik ben de eerste om daarin bij te tekenen, want ik heb het geconstateerd. Wij zijn overgeleverd aan het brood. Wat wij gratis kregen vanuit de hemel. Christus dus. Jo. Ja, maar Piri, uh, je kan toch niet die arme zeehondjes laten verrekken? Ik nou die klauwzakken die vreten onze haring op. Hey, ik begrijp heel goed dat als je naar de, de aanwezigheid van haring kijkt, de, de, hoe het is. Laten we eerlijk zijn. Een beetje samenscholen, een beetje... Dat vreet de hele boel maar kaal. Als je dat laat doorgroeien, jongen, dan vreten die haringen de hele Noordzee kaal. En dan gaan al die haringen... dood. Dan ga je rot. En dan gaan er weer planten groeien. En de laas overgebleven haring, dingetje, eitje. Dat begint weer opnieuw. Ja, dan krijg je dat. Je kan het net zo goed regelmatig even scheren. Net als Perry Winkel met zijn baard ook doet. Wat is dat nou? Yeah. En moeten per se de zeehondjes dat doen? Maar dat kunnen we zelf ook wel. En wij hebben daar niet zoveel mannetjes voor nodig hoor. En trouwens, uh, er even over nadenken, maar uh, die, die, die zeehondjes. Hoe, hoe gaat dat voeden van die babytjes eigenlijk? En, en het is niet echt zo dat die kerel allemaal uh, bakken met haringen uh, met tonnen aan de wal zet. En uh, alsjeblieft, wijfie, geef wat, de vreet aan de kindjes. Volgens mij moeten die wijven zelf uh, de eigen haar in gaan vangen. Ja, de zeehond de, de is een uitermate feministische uiting van hoe het moet. Qua feminist. Ja, die kerels die zorgen helemaal niet voor het vreten. Dat doen die ijsberen trouwens ook niet hoor. Die ijsberen, die, die rachen gewoon de wijfje hier plat. En, en oh, lekker ziek. dan gaan de wijfje helemaal met een buik vol met benen. allemaal die kleine ijsbeertjes. Dan gaan ze zo ver mogelijk de zee op. En dan daar poep, 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 poep. En dan die kleintjes leren van kijk daar liggen de zeehondjes. Ja, we gaan zeehondjes eten vanavond. Mama, wat kookt u? Nee, dat doen die, 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 die ijsberen, dat zijn feministen. Die koken niet hè. Nee, dat is gewoon dat die kleintjes vreten. Als je niet kan vreten, dan gaan ze maar dood. Dat zijn die feministen. Maar... Die hebben geen kerel. Nee. Zo'n ijsbeer heb geen kerel. Je kent het zelf wel. Het vreten ligt hier gratis uh, onder het ijs. Dat is even een kwestie van zoeken. Rustig doen. Rust. Nee, niet trampel, trampel, trampel. Wacht u. Wacht u. En dan hoppakee. Ja, mama doet dat dertien keer voor. En als er heel veel zeehondjes zijn, dan leert mama ook van alleen het vet opeten. En anders beginnen we aan de darmen. De, 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 de koude, gewoon het, het vet van het zeehondje moet je hebben. Buikvet. Heerlijke zeehondje. Ja, dat zijn onze haringen. Verdamme. Ja, moeten we alles zelf doen. Nou, ik kan, soms kan ik boos worden, snap je? En dan gaan mensen lachen. Dan denken ze, ja, 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 net zo'n David Icke. Net zo'n idioot. Ja, precies. Dat maakt me namelijk helemaal niks uit. Wat die zeehondjes doen. Als ik af en toe maar een haring kan kopen. Ja. Ik denk tegenwoordig in uh, 3,50... Dat is één toilet... Met alles wat erbij hoort. Dus ook de tegels en die dingen. Die. En het vuilnisbakkie. De 350. Heb je een toilet schoon. De gang eromheen en de toelopen. lopen. Ja, je kent het wel. Er is dus een kamertje met een toilet. En dan moet ook dat kamertje schoon. Ja, 350. Dat is heel goed doe, hoor. En dan 150 voor een haring. Daar doe ik het voor. Persoonlijk. Ja, ik moet toch in leven blijven? De, de, kijk, je kan willen dat de ijsberen in leven blijven. Het punt is, ik heb een wil om in leven te blijven. Want een andere wil interesseert me helemaal niks. Ik hou van een wil tot macht. En ik beschouw mezelf als uh, een leuke poging, ja, een vrolijke poging tot macht. Ja. Voor zover ik vrolijk en humoristisch en uh, dinges en logisch ben. Ja, dat is, dat er is niks in de hand als er de macht komt. He? En ik vind ook de eerste bevolkingsgroep die wij totaal moeten laten verrekken, dat zijn de Marokkanen. En weet je waarom? Nou, als wij die Marokkanen laten verrekken, hè, dan verandert er niks aan die Marokkanen. Dus dat benne lu. Ik heb mezelf nog beloofd om een aparte uitzending te houden over de kut Marokkanen. En misschien moet dat op een ander kanaal. Ik ben het er totaal niet mee eens. Ik vind het vervelend dat als je dan kijkt naar zo'n Marokkaanse vrouw. en je kijkt naar die ineengezakte Hollandse vrouw. dat je denkt van. Ik. ik ja, snap je dat soort gedachten? Die Marokkaanse vrouwen die zijn opgeheven, die stellen iets voor. Gadverdamme, dan moet je naar die de, de, de ineengezakte, opgeschilderde, mini dragende hakjes. Uh, klak, klak, klak. De tuig van ons. Nee, dat wordt even leuk. Dus totale haatoorlog uh, tussen uh, Nederland en uh, Marokko. Het, het lijkt me nogal duidelijk hoor. Dit pikken we niet rot op met je mooie vrouwen. Het moet een keer afgelopen zijn. Ja. En dan kan jij zeggen: ja, maar Perry, je hebt Geert Wilders toch? Ik zeg: Geert Wilders doet er niks aan. Het niet aan het eigenlijke probleem. Geert Wilders zou eerlijk moeten zeggen dat de gemiddelde Marokkaanse vrouw er mooier ziet, uitziet dan die Hongaarse trut van hem. Ja, ik heb gezegd hè. Ik ben het helemaal klaar met die Marokkanen. Door Geert Wilders is een probleem en dat is ons probleem en daar hebben we die Marokkanen niet voor nodig om dat duidelijk te maken. Het probleem is dat Marokkaanse vrouwen arbeidsgericht zijn. Dus die gaan weer baantjes krijgen. Die gaan terrein in pikken. Door die Marokkaanse gozers, die ken ik wel. Dat zijn schilders en poëten en drugsdealers. Die Marokkaanse wijven, daar moet je voor oppassen. Die handelen. Het is een gevaarlijk volk. Ze hebben een mooie oogopslag. Ze zien er verzorgd uit. En vragen om werk. Ook vandaag weer op mijn werk. Zo'n Marokkaanse vrouw die aan me vroeg. Kan ik helpen? En ik vroeg aan haar. Uh, 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 sorry. Ja, ik ben een 61. Maar zie ik eruit als een hulpbehoevende. Ik kom de gatverdakken om mijn werk te doen. Hij me niet lastig, mijn vroeg. Ja, zo ben ik. Ik, ik mot dat Marokkaanse tuig niet. En die mooie vrouwen die allemaal zo bereidwillig zijn. Ik rot op, jongen. Ga naar Marokko. En toen deed ze ook nog een zakelijk voorstel. En dat ging in mijn hoofd. Ja, ik, dat, dat komt, ja, ik weet niet hoe dat komt. Is dat mijn Hebraïo-Joodse voorliefde of zo? Ik ben niet eens gecastreerd. De Joden worden gecastreerd, maar ik dus niet. En ik ben niet ge Joods gecastreerd. Ik, ik heb alles nog. Ik heb wel die gedachten. Verdorie. Hoor ik daar een kassa? Zie je? Kijk, als je een vrouw hebt... Die zegt van nou, Perry, je hoeft maar te zeggen wat er op die t-shirts komt te staan. Maar ik zet ze erop met een webwinkel en elk design wat je wil, man. En een hoodies en zeg het maar, dit komt er allemaal op te staan. En denk jij B. Ja, gaat verdammen die Marokkanen weer. Jeetje. Maar nou, ook zo felle. Ruzie met de buren. Op zoek naar een doel. Het is heel vervelend, snap je? Dat je er de, de kek uitziet. Dat je normaal doet. Dat je gewaard bent. En er goed uitziet. Rot op met die Marokkanen. We hebben het echt gehad, hoor. Pff, het is verschrikkelijk. Het onderscheid hè, tussen dat soort wijven en die wijven van ons. kan wel janken. Kijk, wij hebben gewoon die trutwijven. Maar laat ons met die trutwijven. Wat is nou de bedoeling? Dat wij heel Afrika moeten gaan bevruchten uh, te beginnen met Marokko. De gedachte alleen al. Uh, ze kennen koken, man, die wijven. <laargh> ja, nee, dan snap je dat. Zitten we, kijk, wij, hè, wij zitten op de bouwsteiger. Wij lullen nog wat na. En we zien nog, oh, er kan nog even een schroefje. Want niemand wil naar huis. Want onze wijven hebben allemaal veganistisch gekookt. Ja, bij zo'n Marokkaanse B of je daar geen zorgen over te maken. En die, die kerels die willen om kwart voor vier. Die zitten ze al van: nou, ik wil uh, op tijd thuis zijn dat ik kan ruiken hoe mijn wijf aan het koken is. Kijk, zulke homo's willen we niet op onze steiger. Er moet een keer gezegd worden: het is afgelopen met die Marokkanen. Pure woede. Ik haat ze. En die vandaag ook. Dat ze bij mij aan tafel komt zitten. En dat ze zegt: ja, ik praat heel veel. Nee, dat had ze eerder gezegd. Ik zei, dat snap ik al lang. Dus dat was een deal. Je. Ja? Kijk, dat is niet normaal, snap je? Dat een vrouw dat zegt. Ja, ik praat heel veel. En dat ik dan zeg: Nou, kom erbij zitten, ik heb pauze. En dan praten we. In een zakelijke voorstel. Dat zit nou nog in mijn klok. Kaching, Kaching. We gaan dat opleveren. Kijk, en dan begint het dus, hè? Hey, tegen, even tegen ons. Uh, en het waren toch die Hollanders. Ja, daar gaan we. We gaan ten onder in Afrika. We zagen het niet aankomen. Het Nederland van Afrika. Dat is Marokko, Snabi. Gatverdamme. Ik zit hier momenteel zelf in mijn woning met pepers te laten groeien. Dat kennen we zelf wel. Koeskoes, rot op man. Dat maken we zelf wel. <laughs> Ik hou dus ontzettend van Marokkanen. En je moet ze uitschelden, want dat vinden ze leuk. Dan gaan ze dansen en dat wordt nog erger, want die Marokkaanse vrouwen die kennen dansen, die kunnen beter dansen dan die van ons. Ik moet toch een aparte uitzending maken over die kut Marokkanen. Het is zo'n leuk etymologisch etnisch conflict. Wat er gaat gebeuren? Dat de goede Hollandse gozers, die gaan de goede Marokkaanse bees, die gaan ze, en dan krijg je een heel nieuw ras. Ik zeg je, want die Marokkaanse vrouwen, die kennen dansen en die kennen koken. Een klein verschil, hè? Ja, die houten Klaassen die we hier hebben. En die zich allemaal beklagen. Van ja, ik kreeg alleen maar bruine bonen. En ik. Die, die, die moest dit. Die, 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 al die zo. Ja, ja. Dan dat heb je te weten. Pepperoni is een, een ding. hè? Eh, ding. Snappen we nog? Ding. Peperoni is een ding. En dille. En oregano. En kikkerechten, niet te vergeten. Ja, en uh, nog meer. Courgette. Olijf. Knoflook. Paprika. Dat is pepperoni. Ja. Mmm, Geel wortel. De, de keuken is een, een symfonie van kruiden. En het beste laat je je lichaam pakken... En train je je lichaam af. Dus je, je pakt maar wat je wil. Hè? En dan kijken hoe het smaakt. Ruikt. Ruiken vooral. Als het goed ruikt. dan vreet het goed. Hè? Dat is de kunst. Het is een, een kunst. Koken is kunst. En je hebt punk -kokken. Daardoor ben ik verleid door mijn vrouw, want die kon punk koken. Zij ging op een avond het Sonsbeekpark in en haalde groenten in Arnhem. En dat mag helemaal niet. En dat groeit overal, als je maar weet hoe het eruitziet. Snap je? Je kan eten van van alles. De bedoeling is dat wij niet zo arm zijn als de moeder van mijn kind... Die haar eten moest halen. uit het Sonsbeekpark. Wij, Elohim, wij krijgen ons eten. En van dat wat wij krijgen, maken wij iets. Wij zijn orde. uit chaos. Leven. En dat houdt in dat je jezelf opoffert. Ik heb gezegd. Zo. Ik krijg toen zo zo'n bericht binnen. Zo'n katholiek lied. lied. <laughs> zo'n katholieke gozer. <laughs> Let it be. Let it be, let it be, let it be, oh, let it be, 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 let it be. Let it be, let it be. En dan goed met die, met die heupen, let it be, let it be. En die tenen, en hoeveel tenen heb je eigenlijk? En dan en, 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 gewoon let it be, let it be. En gewoon train je lichaam af. Dan help je je lichaam af van die stomme gedachten. En ga dansen of ga tergend dood. Je gaat dansend dood of tergend dood. Ja, dood ga je toch? Met je tenen? Die. Uh... Uh, nog een les uh, over dansen dus. Uh, je, uh, je hebt vijf vingers aan elke hand en vijf tenen aan elke voet. En als jij de moeite neemt om blind te leren typen... en te leren gamen, net als die jonge goostertjes... Hè? dan die gaan over het toetsenbord razen. Hè? Nou, leer dat. Ja. En dan voel je tenen... En je tenen kunnen ook razen. En als je danst, dan moet je je tenen laten razen. Het zijn je tenen die dansen, snap je. De moeder van mijn kind, die had een verkrampte linkerteent. Gadverdomme. Daar ga dan je niet dansen. Een invalide vrouw. Dan kan jij, heb jij ook zo wanneer gekke tenen? Want mijn Geleense vriendin, die had een partijtje tenen. Ik zei, jeetje, wat heb je mooie voeten. En zij zei ze, nee, dat is, ik, heb, ik, ik, heb, ik, ik heb liever van die hakkenschoentjes aan. En, 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 en mijn voeten zijn niet mooi. Nee, baby, baby. Oh, baby, baby. Mooie voeten. Oh, ik, snap je? Er is een, is een van die vervelende katholieke muziek van hold on, hold on, hold on. Ik zeg fuck on. Dat is werkelijk sexy. Raak elkaar aan. En heb medelijden. Het is de aanraking. En nu hebben ze dan anderhalve meter afstand en dat vind ik een heel erg goed idee. God is altijd slimmer dan ik geweest. En dat is de bedoeling ook. Ik ben de idioot. Ik ben degene die achteraf komt. Een anderhalve meter afstand, een heel goed idee. Echt waar. Volgens mij is het één grote samenswering. Anderhalve meter afstand tot elkaar. Al die kleverigheid voorbij en alleen nog maar in het woord. Dat vind ik. Uiteindelijk. Het is goed. Het maakt niet uit. Het enige is. Leef je. Dat is alles. Ja. Wat moet ik zeggen? Je kan. Je, je leven eerbiedigen door veganist te worden, en, en ik denk waarom? Ik eet afval, ja. Ik doe alles zo goedkoop mogelijk. Ik ben een rat. Ook. Het maakt mij niet uit. Ik ben voor één ding bang, en dat is het oordeel. En voor de rest is het dansen en in leven blijven. A, U, B. Want dat is de wil. De wil, wil, geen, dode. De, 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 de wil, wil, levenden. Gedenk genesis, vers, huppeltje, pup. Ja, ik, 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 heb nu, ik heb nu echt geen zin om de, de King James erbij te pakken. Dat doe je zelf maar, luie hond. En neuk. En doe het goed. Misschien komt er nog eens een dag. Waarop iemand zegt, ik denk net als Perry Winkel en ik ben een vrouw. Misschien. En ik ben met haar. Een harige vrouw. Het leven is een temporeel iets. En heeft bedoeling. In die zin dat jij. het temporele. beaamt en dient. Snap je? En zo niet dan rot. Je op. Lang leven, Emile Ratelband. Onze prins. Ha 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 ha. ha. Zei de clown. Ja, natuurlijk. Doe niet zo moeilijk. Hier in Nederland werd een mens veertig jaar en nu hebben wij last van bejaarden te huizen. Wat is het probleem? Goed nadenken. Ik geef je 45 seconden. Ik ga nu even dus op de klok even kijken. Dus ik heb hier een klokje in beeld. Hij zit nu op de 30. Ik wacht even op 1 minuut. Dat, op 27.00. Dan mag je gaan nadenken. Dus in Nederland werden wij gemiddeld de 40 jaar. En nu nou, soms boven de 90. En wat is het probleem? Nou, ik geef je nou even de tijd om na te denken. Het uh, 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 gaat hier. 3, 2, 1, 0. 45 seconden. Lekker om uh, 45 seconden na te denken. Er zijn nu 20 seconden voorbij. Of uh, heb je nu uh, Veronica of zo? Uh, het einde nadert hoor. Uh, Via Vijf, ja, en haast het over, ja. Oké, okay, je weet het. Oei, zo. Die oude lui moet het eraan. Ze willen alleen nog maar kortgeschoren jongens. Grappig. Vind je niet? Ja, ja. Mijn punt is, je danst in je hoofd en je vernietigt. Mijn punt is, gebruik het katholiek dogma en wees verborgen. Broeien. Wink wink, notch, notch. Broeien en de rest overlaten aan de grote klootzak. Jammer, perry, wat zei je nou? Dem grote klootzak? Ja. Romeinen 12 vers 19 Dearly beloved, do not avenge yourselves. Inzinken. Geen wraak. Op zijn in het Engels, De De Latino's en dingen. Ik zeg geen wraak. Geen wraak. Je kan het plannen. Ik heb gedaan. No good. Ik zeg, ik heb getest. Romeinen twaalf, vers negentien is dat waar. Ik zeg rotzooi. En van rotzooi kan je niks maken. Van rotzooi krijg je puin op. En stront of beter zal je vreten. Ja, is dat happy? Ik vind van wel. Want wij zullen ons niet wrikken. Dat doet de Heer. Zo was het en zo is het. En wij hebben nu een nieuwe taak en dat is fijn. Want wij zijn op zoek naar de grote werkgever. Dus iedereen wil naar uh, uh, Randstad of uh, dat is de werkgever. Uh, ik zeg je: bied troost. Geef comfort. Pak een kussen. Fris gewassen. bied kom voor En daarbij is het de vraag wat heeft iemand nodig Dus jij moet ook nog verstandig zijn bied kom voor. aan de slachtoffers van Babylon de rest komt goed ik laat dan pauze vallen de rest komt goed Bied comfort aan de slachtoffers. Zoals mijn dochter. Bied comfort aan mijn dochter. Ja, maar Piri, kan je dat zelf niet doen? Nee, dat kan ik zelf niet doen. Zij is als de grote karper die ik aan de haak had. En die is weggevangen. Ik ben los van de haak. Ik, ik, ik laat me niet vangen. Ik laat me niet vangen. En, en straks komt de snoek. Snap je? Het leven is geen grapje. Het is bitter en zoet. En dat is lekker. Kom op. Wij worden steeds ouder. Wat is het probleem? Stop hem in je reet. En kijken wat je dan zegt. Want dat is een groot probleem. Dat mensen hun anus ingeknepen hebben. Terwijl je anus moet naar buiten staan. En er moeten scheetjes uitkomen. De godganse tijd. Sigins komt de stoomboot uit Spanje. Weer. Dat ben jij met je anus. Ja, ik laat maar een pauze vallen. Dit is gatverzakken serieus. En je begrijpt het en je hebt oren die je horen. En dat was het thema, of niet? Nou dan. Hou je hoofd. En laat je oren luisteren. En doe goed. Het maakt me niet uit wat je doet. Doe wat je wil, man. Je voelt vanzelf wanneer het goed was of niet. En toen Ellis Crowley uh, mensen heeft uh, vergoed om. Uh, Satanistische rituele dingen, ze reed dingen, de bo, bo, pentagrammen en die mensen werden gek. Alistair Crowley had een goede bedoeling en het sloeg als een tang op een varken. Mijn dochter is voor het matriarchaat. Nou, met dit soort idioten als Alistair Crowley, kan ik me voorstellen dat je naar een gaat wil. En dat is ook mijn probleem. De wilskracht van Alistair Crowley om het te gaan doen waardeer ik Helena Petrovna Blavatsky waardeer ik Ik ben een soort omgekeerde Satan Ik geloof dat als je iets wil, dat dat een belofte is. Emile Ratelbrand, dat wil je. En dat doe je. En waarom? Om wat? Om te, om te bewijzen dat als je iets wil, dat je het ook kan? Dat je een empirist bent? Of heb je een wil en doe je dat? Ongeacht. Ik hou van pompen. Wat moet ik meer zeggen? Pompen of verzapen? Ik praat geen Frans. Ik weet dat de wereld sterft van kutwijven. En sinds wanneer hebben mannen een probleem? Je zoekt maar een wijvi. Op, ieder, op iedere hoer past een deksel. Een dekkel. Navi, Niet zo lullig doen. Slap Janus. De Heere Hera heeft geen medelijden met jouw persoonlijke omstandigheden. Not. Never niet. Nooit mag je zomaar de tempel ingaan. Dan moet het heel erg met jou zijn gedaan. En anders niet. Werken, kloosak. God is werk. Je werkt of je werkt niet. En dat loon is dat je loon hebt. En werken, dat kon je toch altijd? Dus waarom niet? Je krijgt tien. En dat is het als je werkt. Je hebt al die mannen voor je uitzien gaan, zoals uh, Osjo, Bachwan. En die, die werkte dus niet. En jij wel. Kom nou, op. Sukkel. Ik ben niet boos. Ik ben een vliegtuig. Ik ben deskundig. Ik hou van mensen. En ook van dieren. En ook van planten. En planten eet ik op. En dieren ook. Ik heb vandaag voor mijn vriend Wim Kruidentuin heb ik een fond afgeleverd. Een halve liter fond. Ingekookte koeienbotten. Die gozer die vermagert. Ik ook. En die gozer is nog niet van ons af... Je gaat maar koeien, botten. Goed, man. Ik zal het je uitleggen. Oké, okay, zo doe je het. Twee harde uien. Grote. Wit, rood. Nee, wit mag. Wit is geen probleem. Dikke plakken. Schiddetje eraf, je snapt het wel. Je hoeft je aan die, die, niet uit te leggen. Gewoon dikke plakken. Chop, 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 chop. En, zoveel plakken. Dan grote goop. Olijfolie. Niet zuinig, niet zuinig, niet zuinig. Hoppakee, olijfolie erin. Gewoon frituren. Dan ga je de uien frituren. Ah, lekker man. En dan zonder knoflook. En dan met gember. Dat is ook lekker hoor. Geen knoflook. En gember. En ik heb het een, een, een gember st stronk. En dan chop, 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 chop. Het was helemaal schoon. Dat van de Chinees. De Aziaten, die zijn die spleetogen. Dit is allemaal schoon. Dit is allemaal schoon. Ja. Chop, 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 chop. Dunne plakjes en dan mee fruiten. fruiten heet dat. Langzaam frituren. Ah, lekker man. En dan gaat dat hele huis ruiken. En dan begin je nog maar. Hè? Ah, man. Wat heb ik er toen bij gedaan? Die vergeet ik nou. Want die gember heb ik erbij gedaan. En ik had al die kruiden nog klaarstaan. En. Toen heb ik denk ik die botten erin gedaan. En dan gulp met uh, heet water en bouillon. Of nee, nee, alleen maar heet water. Of koud water. Ik ben nog één. Die dragon zat erin, denk ik op het laatste. Het maakt niet uit. De Laurier en de rozemarijn. Hoppakee. En dan die gulp water en dan die botten erin. En dan aanvullen tot de rand van de pan. En dan laten zakken dat water. Al dat water moet verdampen. Dat kost je op je gasrekening, jongen. Oh. Al dat water verdampen. Dan heb je fonte. Ja, ja. Snappy. Het is niet moeilijk. Het getuigt tijd en aandacht. Willen we vreten of net? En mijn vriend Wim, die heeft moeite met uh, die koolhydraten en zijn tanden, die zijn uh, zo bijna verrot. Ik heb ook een kusgebit. Dat maakt niet uit, hè. Het punt is, wij leven. Wij zijn gelijk haaien. Wij verliezen onze tanden. En die haaien, die rachen maar door. Dat is de geestelijkheid van de haai. De haai heeft ook geen kanker. Nooit, hè. Dat ik het even weet. Ja, wij Elohim zijn de Wij geven niet om elkaar. Wij willen strijd. Wij willen een vijand. Om te bestrijden. Zoals Christus zei: Ik ben hier niet gekomen om vrede te stichten. Nee. En Christus was een uh, homo-sukkel in die zin dat hij uh, bepaalde dingen niet uh, correct heeft gezegd of gedaan. Dat vind ik. En dat is uh, dan uh, moeilijk. En dat maakt me niet uit, want Christus is mijn betere broer. En die heeft alles goed gedaan en ik ben zijn kwaaie neefje. Ik ben voor troost. Onvoorwaardelijke troost. Onmiddellijke troost. Troost. Onmiddellijk medelijden. Niet heute nog. Niet sevens. Niet straks. Nee, wat. Niet. Heute nog? Die zeven. Maar nou? heute nog. Order, order. En meer niet. Ik ben voor strijd. Maakt me niet uit hoe je doodgaat. Als je dient der strijd... is je dood verantwoord. Als je niet gediend hebt der strijd... ben je kaf. Niet groeiend. Alleen als je groeit ben je strijder. En twee keuzes, A of B. Twee keuzes tot strijder, gelijk Sparta. Je gaat dood of je poept, strijders. Uh, mijn boodschap. En ik denk dat mijn boodschap onze boodschap is: Het is tijd voor oorlog. En de enigen die oorlog kunnen voeren, die weten van de wetten, dat zijn de, de Hebraeërs. Die van rechts naar links kunnen lezen: Bereshit, bara, Elohim, Et, Hashemayim, Ve'et, Haaret. Oder niet? Moet ik Jiddisch gaan spreken? Het is nooit anders geweest dan een strijd. Tegen de sukkels. Tegen de zeurneus. Nooit anders. Wij hebben de Heer te prijs... voor een leef... En anders net. Dat is een mooie donderpreek eigenlijk, hè? Ik, uh, een beetje uh, uit je dak gehad. En dat vind ik ook. Ik vind het zo lekker, hè? Het leven. Alles lekker laten gaan. Al die geile weiries. Al die Jeffy Epstein meisjes. Ja. Yeah. Ja, die willen niet even Epstein en dan moet je die meisjes ook laten gaan, vind ik hoor. Ik vind zelf, als die meisjes naar e. Epstein, de willen, dan moet je laten gaan. Ja. Ja. Ik vind die vader van Manuel Schadwald, dat vind ik een klootzak. Dat vind ik een ontzettend klootzak. Ja. Die... Ja, het punt is, Romeinen 12, vers 19. Uh, vengeance, mine. Uh, en dat ben ik dan niet. Dat, dus dat is dan mijn. Mijn. Is dat wel? Uh, vengeance, mijn. Ja. Okidoki. Ja, ik ben geil van mijn eigen. Snap je? Ik ben een soort aardappel. Eigenlijk geef ik helemaal nergens om. Ik wil voortplanten. En ik wil voortplanting zien. Ik ben zo sexy. Ik ben zo sexy. Ik ben te sexy... Voor mijn kleding. Die krijgt mijn dochter ook nog voor de kanas. Dat homo-nummer. Ik ben te sexy voor mijn kleding. <laughs> Die B van mij. Vroeg of laat gaat zij naar school. Ja, ja. Joze. Naar. Dat begrijp ik. Ja, heel vervelend. Dat begrijp ik ook. En. En doet het pijn? Dat vraag ik mij dan af, hè? Doet het haar pijn als ze naar school gaat? Ik hoop van wel. Auw. Oh, oh. Ozen daar, oh weet, je, weet je hoe. Dat, kijk, ik ben van de oudere generatie. Ik, ik heb het uh, hard geleerd. Harde uh, hard geleerd, hè. Pijn is fijn. Jeuk is leuk. En bloed moet. Mijn dochter is echt een kutzooi dat ze geboren is van een Germaanse christen. Ik ben erger dan Maarten Luther. Het is haar schuld niet. Het is mijn schuld. En wat maakt mij het uit? You got your troubles, I got mine. En zullen we het daarbij houden? Als zij in haar levensdagen wil blijven zorgen voor die kutmoeder van haar. Die leugenaar. Dat is haar kus. Ik huil. Niet. Uiteindelijk zijn we allemaal katholiek. Dat is een mooie afsluiting. Uiteindelijk zijn we allemaal katholiek. Wij zijn allemaal universeel. Wij zijn allemaal globalistisch. Uh, wij proberen van deze puinhoop nog iets te maken. Wij hebben hoop. Van onderin. Ja, ja. Het is erg of het is vervelend. Dat kan allebei. Ja, dit, 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 euh, Als het vervelend is. Houd er mee op. Afscheid nemen. Als het erg is. Dan moet je er ook mee ophouden. En dan moet je er afscheid van nemen op een vervelende manier. Dat ze denken: oh, wat is je vervelend. Oh, wat is je vervelend. Nou, hij is zo vervelend. En dan heb je het afscheid van die andere kant. Ben ik duidelijk? Een pauze. Welke grap? Of wat moet ik zeggen, spreek ik Duits of uh, Frans of uh, Belgisch? Of, uh, ik was toch net duidelijk. Het gaat erom dat God van jullie houdt. Met bloed. En dat vloeit. Ja, ja. En de vraag is, welke vrouwen moet je neuken? Nou, niet die kutmarokkanen. Dat, dat, dat is geen houden aan. Die, die, als je, als je zo'n kutmarokkaan pakt, hè? dan loop je het risico dat jij op je oude dag nog steeds bezoek krijgt van kinderen. Gadsverdammel. Al die gezelligheid, snap je? En uh, dan zit jij uh, in het bejaardentehuis en uh, wel, helemaal invalide of zo. En dan komt zij nog langs. Ah, maar dat weet je niet. Hoor. Je was een Hollandse bitch. je gewoon in de steek laat als je 40 bent. Dan kom je in je midlife-crisis en dan zegt ze: Nou, ik heb er genoeg van. En hoppakee, alles weg. Dan zit je in je eentje in het bejaardentehuis en. Uh, en trouwens, met een Marokkaanse vrouw, waarom zou je in een bejaardentehuis zitten? Want die Marokkanen die hebben clans. Gadverdamme rot op! Ik kan zo boos worden over Marokkanen. En ze moeten ophouden met die mooie vrouwen. Ik word een er zakken reinig van. Doe als die Turken. Ja, maar peri, uh, Zijn Turkse vrouwen dan niet mooi? Ze zijn. Ja, het, is, ja, het is geen kwestie van mooi. Die, die Marokkaanse vrouwen hebben zo'n opstandigheid. Zo van: uh, Mino, fuck me. Gadverdamme. Die, die, uh, die François, Albert Camus, La Peste. Hè? In Casablanca, het Witte Huis, hè? Albert Camus, La Peste. De mooiste roman die ik ooit heb gelezen. Die kwam uit voortplantend Marokko. We moeten het tegenhouden. Met die mooie vrouwen in rot maar op naar huis. Laat ons hier zitten met al die pukkelige sinaasappeldingers. Ah, ik moet even naar de kapper. Ah, ik ben niet goed geknipt. Ah, ah, ah. Ja, godverdamme, Laat ons hier verrotten met onze hollerse trutten. En bij ons een beetje het ene idee al. Wij zijn Bartje en wij bidden niet voor bruine bonen en dat willen wij zo houden. En geen Marokkaanse vrouwen die linzensoep voorzetten. En houden we dat zo? Ik dacht het wel hè. Rot op met je multiculturele samenleving. Rot op met die Marokkaanse vrouwen. En dat kan je niet uitroeien, maar door die kerels eruit te denderen. Dat helpt. Ja, maar Piri, dan hou je... Als je die kerels eruit dindert... Dan hou je die Marokkaanse vrouwen over. En de, nou, dan garandeer ik jou... Hè? Dan ga je enkele neuken... En dan komt toch die Afrikaanse geest... In Europa. En wat doe je daaraan? Um, huilen, denk ik. Ja. Janken. Op je knieën zitten. En God bidden. En smeken. Hoe we dit moeten oplossen. Want hoe kon God dit ons aandoen? Dat Afrika door onze kerels geneukt wordt. En, en wat moeten we met dat nagebroed? Die half-Marokkanen. Die zijn net zo erg. Gadverdamme, ze kutters. Ja, iemand moet protest maken, snap je? Kijk tegen die Turken, dan denk je: nou oké, okay, die, die bakken patat en zo, maar die Marokkanen die zijn opstandig. En die wijven ook. Heel gedienstig. Gadverdamme. Ja, iemand moet een keer... daar een protest tegen maken. Ooit beter dan toen. Oh, wat hou ik van mensen. Doei, tot de volgende.